Dame is de klos, dan krijgt die altijd de schuld. Het meeste hiervan is van been gemaakt en deze kam is van gewei. Ja. Een hoorn, een stukje op, dat was in het begin, die hebben ze pas naderhand ontwikkeld toen de bogen steeds sterker moesten worden. Want dan zou dus de pees in dat hout gaan snijden. Ja. Dan doen ze met een soort scheerapparaat, maar vroeger hadden ze een knipschaar, maar dan alleen een hele grote. En dan kan je met die knijpschaar, kan je zo de... Ik heb er een voor de buxus. Gaat goed hè, Jesse? Doorgaan, hè? Ja. Wat doe je als je moe bent, Jesse? Nou, kan. Maar je gaat in ieder geval door. En dit wordt geverfd met, eigenlijk met een boomstam. Er waren van die piraten, hebben ze ook nog even die Martianen van Gorinchem even opgekroopt. Hele goede jongens waren dat hoor. Goed, en toen gingen ze naar Vlissingen. Nou, Vlissingen was slim, wat deed Vlissingen? Die heeft er wel zijn pastoor, die staat daar binnen daar te fureren. En die heeft al die Spanjaarden eruit geschopt. Dus, Vlissingen was al vrij. Ja. In de tijd is boter heel belangrijk, want het blijft heel lang goed. En dat zijn calorieën die je brood nodig hebt in de wintermaanden. Dit is een kanton, die kom je heel veel tegen in deze winter. En
heb je dan nog andere gereedschappen bij je? Ik kan mijn schade vanavond. Laat op de trommelen van dieren domduinen, wiepeligus is nu de kust. Hij is wel lief. Ik heb zelf thuis kunnen voelen. Ja, verder heb ik geen dieren bij me. Nou, de kikker, dat is iets wat kan veranderen. De kikker, zeggen ze een verhaal, is een prins. Maar de kikker is altijd de wijze. Zee. Wat gaan wij vandaag voor u doen? Wij beelden de medische wetenschap uit de middeleeuwen. Dus wij gaan uw pis bekijken. Wij gaan kei snijden. Spinnen uit uw kop trekken. Wij hebben... Oh, we gaan de benen afzagen. Ik weet niet hoe het met jullie is, maar het zootje hier... Hoor. Zij doen niet mee. Zij doen niet mee. We doen het allemaal. Nog een keer. Jullie mogen allemaal meedoen. Zo graag. Fiederalala, fiederalala, fiederalala. Het gaaiers kwam al naar de stad en waren op het slechte pad. Fiederalala, fiederalala, fiederalala. Het koopmanshuis was groot en sterk, maar de zwervers deden geen half werk. Fiederalala, fiederalala, fiederalala. Ze waren alle vak bekwaam en klommen door het schuithuisraam. Fiederalala, fiederalala, fiederalala. De vrouw des huizes, een schone maan, werd in de lente doorgezaagd. Een feestmaal werd al snel bereid met kannen wijn en een halve geit. Maar de schout kreeg lucht van dit complot en de kerker werd al snel hun lot. De rechter had zijn bokkenbreuk op en oh ja, die trok ze aan een grote strop. Het is het einde van dit schone nieuws. Meer coupletten, of heeft er iemand nog een couplet? Nee. Willen we echt gaan beginnen? Ja! Die coupletten heb ik toch echt niet. Nog één keer allemaal! We waren laatst in een heel klein plaatsje in Noord-Holland, Lutjebroek. En daar haalde meester Rudolfus deze steen. Ja.
uit iemands hoofd met een zwaar gemoed. Hij kon niet met zijn hoofd tussen zijn knie omhoog. Er zit zelfs een gat in deze steen. En meester Rudolphus kan u daarvan genezen. Meester Rudolphus. Beste mensen, lieve mensen, ik ben gekomen om u te genezen. Men zegt dat je bulten kan krijgen van een beestje. Men zegt dat je... Nee, je krijgt geen bulten van een beestje. Bulten krijg je van zorgen. Hoe krijg ik graan? Hoe kom ik aan de belastingen van de kasteelheer? Hoe kom ik van de kasteelheer af? Hoe kom ik van de Alfa af? Hoe kom ik van de rest van Nederland af? Ja, nou wil ik er weer bij horen. Dat zijn zorgen en die gaan zich vastzetten in je hoofd. En als dat vastzet, dan wordt er gewoon een kei. En laat ik die er nou uitsnijden. Wie, oh wie heeft last van zorgen? Niemand in Vlissingen? Niemand in Vlissingen? Dat zijn de ergste. Ik maak vrienden. Maar ja, je kan toch ook wel ziek zijn als je in de 50 bent. U staat te kijken, u denkt, wat gebeurt er, hè? Nou kan je het zien. Ik onderzoek hem eerst, ik heb trouwens dit mes. Handig zo hoor, dan kan je een beetje snijden. Even voelen, wacht. Niet doen! Ja, je kan, nou hier zit niks. Je kan nog weg. En aan deze kant. Oh, heb je hier wat last? Nee al. Nou, dat is de ergste. Ja. De ontkenner. Ja, de ontkenner. Maar dat geeft niet, we ontkennen allemaal een stuk van ons leven, toch? Dus even kijken hoor. Ja, ik heb hem hier. Oh, het beweegt. Het gaat heen en weer. Ja, het ligt ook. Wat is het, Rudolphus? Ik denk. Je wil niet weten wat ik denk. Ja, nu. Wow! 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 Een spin! Voor de vruchtbaarheid heb ik drankjes en heb ik pillen. Maar ik heb ook iets nieuws. Voor degene die geen kindjes meer heeft. Ja. Ziet u hier? De varkensdarm. Werkt niet. Vol maar, meneer. Van zacht en warm. Oh, heerlijk. Ik zal u het even tonen hoe u het heilige zaad kunt voorkomen. Hebben we al geprobeerd, werkt niet. Jij hebt het niet goed gedaan. U neemt zijn stijf geschapen top. Ja. En schuift de darm er. Zachtjes bovenop. En dames, bij droogheid kan ik u adviseren gewoon even een zalfje te smeren. Vroegvrouw, vroegvrouw, mijn doel. Zijn mijn gebroken. Oh, vroegvrouw. Zet je neer. Het is zo ver, het is zo ver. Meid, meid. Even een beetje privacy graag. Ja, dat wil ik. We gaan het allemaal wat makkelijker. Ja, 8 centimeter, maar de laatste krijgt ze van mij er wel bij. Dat dit de beste uitvinding is van deze eeuw. Van het ene zakje in het andere zakje. En nou moeten we de moederkoek te gaan. Nou is dat klaar. Nou, is hier heeft de
baby 9 maanden in gewoond. Maar die kan nu weg, heeft geen rug meer. Niet weggooien. Nee, die doe ik onder de perenboom, onder de jutte perenboom. Oh, daar krijg je heerlijke peren van. Dat was toch echt de piskijkers. Ik zal mezelf even voorstellen, mijn naam is professor Alexis, afgestudeerd aan de Universiteit van Terneuzen. En ik heb hier mijn beste leerling meegenomen. Ik ben Joost. Nou ja. Zeg meer over die andere leerling. Hoe heet je eigenlijk, jongen? Joosjas. Joosjas. Ik ben in mijn vierde leerjaar. In het vierde leerjaar. En waar leer jij eigenlijk? Of piskijker. Ja, maar waar? Ook in Terneuzen. Ook in Terneuzen, oké. Vierde jaar piskijker. En kun jij de mensen vertellen wat jij allemaal hebt geleerd over piskijken? Dat je pis kan voelen. Je kan pis voelen. En wat voel je dan? Warm of koud? Warm, koud, kan ja. Kijken. Oh, en kijken. Je kan kijken, ja. Nou, wat zie je? Kleur heeft het. Wat? Welke kleur heeft het? Kleur, ja, heel goed. Je kan ook voelen. Voelen. Warm of koud. Warm of koud. En als je er niet aankomt, dan moet je proeven. Bah! Proeven. Bah! Bah! Heb je het laatste wel eens gedaan? Nou, ik ontrok me altijd aan de les. Hij heeft nog nooit geproefd, mensen. Ik heb nog helemaal geen zin in. Even proberen. Vies smeerpeperij! En? Hartstikke zout. 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 Het kan ook zout. Nou, het smaakt. Pijn! En waar is de pis eigenlijk? Alsjeblieft. Dit is het. Ja. Dit is alles wat jij hebt ingeleverd? Dat is alles wat ik ingeleverd heb. En hoe kan het dat het zo weinig is? Ja, omdat ik buikpijn heb. Het is koud. En heb je iedere dag buikpijn? Iedere dag. Iedere dag buikpijn. Ja. Dat is niet goed natuurlijk, nee, Joosje. Dat moet er dan gedaan worden. Hé, hey, maar Joosjes, wat zie jij hierin? Ik zie ik voel het koud aan. Ja, ik vraag wat je ziet. Oh, ik zie. Ik zie de dingetjes hier rondzwemmen. Ja, ja, ja. En wat voel je dan? Leuk. Ja, nu al. Nou, het voelt heel erg koud, mensen. Dit is duidelijk veel te koud. Maar wie rijden? Ja. Als dit koud is, dan is waar het vandaan komt natuurlijk ook koud. Dat kan niet anders. Maar hoe ben jij dan gekleed hier? Ja, helemaal geen kleding. Ja, dan wordt alles koud. Ja, en dan krijg je buikpijn. Ja. Ben jij een opschepper? Nee. Geen opschepper. Nou, dan Joosje, pak de flessen. Ik vind het wel een beetje, maar goed. Ja. Wie ben ik? Ja. Is die neef? Ja. Je kent hem wel. Daarom wordt het dan tijd dat je weg bent. Maarten, welke maat denk jij dat bij jou past? Die grote of die kleine? Nou, nu die kleine. Die kleine? Ja. Hij is echt geen opschepper. Dat vind ik sympathiek, Maarten. Sympathiek. Sympathieke maat. Nou, als jij even wil vullen, die kleine fles dan, hè, in ons laboratorium, dan wachten wij er heel even rustig af. Maarten gaat even die kleine fles, gaat die... Kleine bijdrage. Maarten, gaan we even zitten, hoor. We moeten er even de tijd in nemen. Kleine bijdrage. Kleine bijdrage. Wist je dit, Maarten? Ja? Maar wist je dat het er zo uitzag? Wist jij dat? Nee, ja, ik ken hem niet. Wist jij het, jongen? Nou, we wisten het allemaal niet. Maar het ziet er niet best uit, moet je kijken. Je ziet zo wel dat dit ding helemaal zuiver is natuurlijk. Er drijft van alles en nog wat in. Dat zien we toch allemaal wel, hè? Dat mensen daar niet meer naar kijken tegenwoordig. Onbegrijpelijk. Temperatuur is wel oké. Lucht eigenlijk niet. Ruikt u maar even in de vrouw, ja. Maar we moeten toch kijken, wat is er aan de hand? Ik zal dus de proef op de som moeten nemen, maken. Niet doen! En... Maarten,
plakjes, daar moet je vanaf. Ja. Daar moet zo snel mogelijk van die plakjes af. Hebben we daar iets voor? Hebben we daar iets voor die plakjes? Moet jij niks vragen, jongen? Ja. Oh ja, ja, ik was even... Ja, een maar nou heeft hij platjes gekregen of hij gaat hem er van afhelpen, professor. Ja, ja, ja. Maar wat wij allemaal willen weten, hoe komt hij eraan? Ja, 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 ja. Ja, Maarten, kom op. Jij aan die platjes. Geef eens opening voor zaken. Ja, hey, dat willen we allemaal. Ja, iedereen wil het weten. Ja. Ja, je weet het echt niet. Weet jij het? Van de wc. Weet jij het? Nee, ik heb helemaal geen. Helemaal geen. Zo verkennen jullie elkaar? Nee. Oh, ja, ja, ik het. Dat zou ik ook zeggen. Ja. Ja. Meegenomen naar Rome en ingezegeld door Gregorius de Eerste, de Heilige Vader. Kom naar onze verkoopplaats. Wij zijn beter en goedkoper dan die chirurgijn of de keisnijders die in jullie vel moeten snijden. Wij kunnen jullie helpen met probate middelen. Probatum, probatum. Ga toch weg! Luister, dames en heren. U kent vast het gevoel dat u moet en het loopt langs uw benen. Kom dan snel naar ons heen. Want dit wondermiddel dienden wij toe aan een klein kind. En die is sinds nu verlost van een scheidhuisprint. Al was de man groot en sterk. Dit beestje deed zijn vernietigende werk. Had hem maar bij ons moeten kopen, was het beter met hem afgelopen. En wat is de moraal van dit verhaal? Mensen, leef kuis en koopt uw medicijnen bij ons. Allemaal. Zijn er hier nog heren die wellicht niet meer naar behoren kunnen presteren? Dan gaan we jou in neus hangen. Gaat dat hier. Dit mooie pilletje, gemaakt van kreeftenoogjes en het gal van slangen. Gebruik er één en je kan er wel een emmer aan hangen. Je gaat lopen toch in? Dames, wat is er los? Wordt gij soms getergd door een schrale doos? Dit middel helpt te ontsmetten. Het is gemaakt puur natuur van dierlijke vetten. En ontzegt u zelf toch geen genot? Slechts 5 duiten voor deze grote, grote pot. Om u te overtuigen dat onze middelen werken, gaan wij iemand uitzoeken uit het publiek die wij helemaal voor niks gaan genezen. Wij zijn op zoek naar iemand. Oh, kijk eens aan, oh, kijk eens aan. Daar, die beul. Die beul. Die man. Om de wonderbaarlijke werking van onze medicijnen te bewijzen, gaan we deze beul helpen. Gratis. Rodeo. Speciale middel. Wat helemaal uit het verre Colombia gehaald wordt. Het heeft ons heel veel moeite gekost om alle grenzen voorbij te komen. Maar het is een probaat middel. Ik ga een heel klein beetje toedienen aan deze beul. Op de hand. Probatum. Best probaat, snuif dit op. En dat duurt heel even voordat het ingewerkt is, dames en heren. Maar daarna neem een afstand. Doe je mee! Wie hebt de baan mee? Kom maar op! Welke kop hebben we rollen? Wie of wie? Jij? Ja! Kom maar op! U gaat nu echt een operatie zien, nog nooit, maar dan ook echt nog nooit vertoond. Hier in Vlissingen gaan wij een chirurgische ingreep doen. Het is een beetje eng voor kinderen, maar meestal is de patiënt daarna genezen. Ja, de grootste hele tijd. Als ik dit zo bekijk, is hier meer aan de hand dan een zere teen, zoals je kunt zien. Echt waar? Is er een vergiftiging te zien in de bloedbaan? Er is een bloedbaan. U ziet de geur. De vergiftiging.
Het is gangreen! Oh nee! Het been! Komt goed hoor! Het been moet eraf! Goed hoor! Het been moet eraf! Oh god, de verdoving gaat wel erg hard! Ik pak mijn mes! Neem maar nog wat hoor! Neem maar extra. Ja, gaat zo goed. Ja, is goed. Ja. Ik moet eerst de huid openen. Daaronder. Ik hou hem vast. Daaronder. Ja. Oh. Ja. Ik hou hem vast. Oh. Nu. Oh. Ja, hou vast. Meer. Bijt je op zijn tong. Wat een bloedbad! Oh. De zaag! Frank, ik uit vind ik. Als ik ja zeg. Ja, nu. Ja. Zit er over het in? Nee. Nou, dat dacht ik niet. Hij valt flauw hoor, hij valt flauw. Ja, doorzaken. Stop. Ja, we zijn gestopt. Het been is eraf. Oh jee. Oh, wat erg hè. Goed. Het bloeden is gestopt. Ja. Het bloeden is gestopt. Het been is geamputeerd. Het is gelukt. Het is gelukt. U mag de patiënt weer meenemen. Ja.